Nee, goedendag, dames en heren. Ik ben Jan Robert Schutte van Monitorwork. En in deze tutorial, deze video, laat ik zien hoe je Monitorwork, hoe de standen, op MetaTrader 4 zet van Pepperstone. In de vorige video's heb ik uitgelegd hoe je een account aanmaakt bij Pepperstone. Zij het een demo-rekening, dan wel een MetaTrader 4 live-rekening. En daarbij heb ik ook laten zien hoe je dan de MetaTrader 4 standalone applicatie downloadt en installeert. Als je de stap goed hebt gedaan, dan kun je Pepperstone aanzetten. En dat betekent dus op de desktop is een icoontje, dat is een blauw icoontje onderin. Dat zie je dus op de taakbalk en kan het zijn dat die dan bij jou dus op bureaublad zit. Nou, stap 1 is om met... Stap 1 is om met ons systeem te werken, met Monitorwork, is uiteraard goed ingelogd zijn op Pepperstone, op de juiste server, met de juiste credentials en onderin zie je ook connected status is groen. Nou, dan zien we dus dat we, even kijken hoor, dat we een mail hebben gestuurd. Als het goed is, heb je ook een mail gehad dan, of krijg je die van ons met bestandjes. En dat betekent dus dat de mail heeft aanhef hulp bij Pepperstone installatie M2 systeem. Er zit een manual bij en er zit een zipfile bij. Als je die hebt gedownload, ik zal deze downloaden. Dan zie je dus rechtsboven een mapje, zeg maar, dat je die hebt, dat je gedownload hebt. Het enige wat je hoeft te doen is even de map te pakken. En dan heb je dus daarin, zoals je ziet, zit daar ook een Pepperstone, hè? Zipfile, die moet je dan in de downloadmap uitpakken. Dus als je die hebt uitgepakt, alles uitpakken, dan zet je dat bijvoorbeeld in de downloadfolder. En dan komt die daarin terecht, volgens mij, als het goed is. Ja, en dan staat die dus, even kijken, er staat er een bestandje, M2. Pepperstone heb je die hier. En dan heb je die daar tussen. En heb je allemaal bestandjes. Nou, die heb je nodig. Dus maak dat venstertje klein. Dit is trouwens installatie met betrekking tot Windows. Met Apple gaat het ook, maar ietsjes anders. Want daar kunnen we ook mee helpen. Nou, het belangrijkste is dat je deze naast kan zetten en Pepperstone openzet. En als je Pepperstone folder hebt, linksboven, kan ze nog openen. Dan heb je links ook de route. Hè? Dan heb je allemaal nummers. Zet je deze naast. Dus die we net hebben uitgepakt, die zet je gewoon ernaast. Belangrijk is om te weten dat hier een, als ik van rechts naar links ga, dus templates mapje, die open je dan aan de rechterkant. Wat je moet kopiëren, alles selecteren, kopiëren. En die zet je in de template map. Die sling je erin. Nou, die heb ik al gedaan. Die sling je erin. Heb je dat gedaan, ga je omhoog. Beide pijltjes omhoog. Dan heb je aan de rechterkant dus profile mapje. Die kopieer je, alles selecteren en die zet je in het profile map. Die sling je erin. Die komt hierin. Dan, die hebben dezelfde naam, ga ik even niet doen, want die heb ik al gedaan namelijk. Ga je nog alle twee mapjes even terug switchen. En dan zie je dus dat je nog een mapje expert zet. Aan de rechterkant, die klap je open. En die expert, dat bestandje is één bestandje, de TDB, die zet je namelijk in MQL4 map in mapje experts. Dus een beetje verstekt, verstopt eigenlijk. Die zet je erin, die kopieer je erin. En dan is het tot slot een zaak om nog het indicator aan de rechterkant over te plaatsen. Indicators, die zet je erin. Alle drie kopiëren en slingen je in de indicators. Die sling je erin. En dan kun je deze mapje sluiten. Een van de laatste stappen die we moeten doen is bij de gereedschappen dat je bij de opties, bij de grafieken, desgewenst iets minder historie hebt. Dat kun je hier doen. En dan pak je hier 5000. Nou, kun je 5000, 20.000, 50.000. Kun je heel laag zetten. Belangrijk is om die transactie one-click trading aan te zetten en expertadviseurs aan te zetten.
En dat betekent dus dat normaal gesproken staat dit zo ingevuld volgens mij. Staat zo ingevuld met twee van die vinkjes. Dus dan moet je deze aanvinken en dan die twee kleintjes uit. DLL import moet je aanzetten. Oké. Okay. Dan heb je dit klaar. Alles afsluiten, of althans Pepperstone afsluiten. En hoe zoek je Pepperstone op? Dan kun je ook op Pepperstone klikken zo. Pepperstone metatrader 4. Die zet je erin. En dan heb ik hier deze erin gezet. En dan check je of alles goed staat. En dan kun je heel simpel zien. Check je even de settings of deze goed staan. Klopt. En dan moet je even bij de profielen kijken. Of in de profielen venstertje bij die blauwe of die profielen goed staan. Ik zal de DAX erbij pakken. En dan zie je hier of aan de linkerkant bij folder, bij de profielen. Dan staat het in principe goed. Kijk ook naar Nasdaq. Staat alles goed? Oftewel, oude KPN-reclame, hadseflats. You can do the math. Het is geen rocket science. Je moet alleen weten hoe je het moet doen. Nou, ik hoop dat deze tutorial ook weer bijgedragen heeft tot beter begrip hoe je dus de MTW-applicatie van ons dus op MetaTrader 4 installeert. En op deze manier help ik gewoon mee. Dus bij deze heb ik dat gedaan. En kun je dan mee aan de slag. Nou, hoe je handelt, hoe je moet handelen, kijk even naar die andere tutorials. Ik wens je heel veel succes natuurlijk met het traden. En mocht je willen helpen, moet helpen, geef het even aan in de comments wat beter kan. Wat je nog wenst qua informatie. En anders stuur je ook een bericht naar infomonitor.com. En like ook deze video als je het mooi vindt. En twee is ook, klik ook op de Pepperstone link onderin. Of de link om je aan te melden als je nog geen Pepperstone link hebt. Of accountje hebt. Dus bij deze, de tutorial hoe je dus heel eenvoudig M2 systeem op de MetaTrader 4 zet. Bij Pepperstone op Pluralista.